Deze nieuwsuitzending is de derde uitzending die ik hou over de Koning Jacobus Bijbel die ik vandaag heb aangeschaft. Ik ga die Bijbel cadeau geven aan mijn kind en hem er goed in wrijven. Mijn kind is een lieveling. En heeft AIDS. AIDS is wat je hebt onder je voeten als je te veel gelopen hebt. Geestelijke AIDS. Vroeg oud noemen ze dat. Ze heeft ook de hoogste opleidingscijfers. Cijfers op de opleiding. Dat vind ik goed. Daar ben ik blij mee. Ik ga haar morgen zien. Dat vind ik leuk. En haar die Bijbel geven. Ik koop zelf wel een andere. We waren gebleven bij het oude convenant waarin God tegen ons zei: die antichristelijke. Chop, 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 chop. We hebben ze vermoord bij bosjes. En het is verder niet gelukt. In de tijd van Christus Jezus was het land Israël, wat we nu Israël noemen, onderdeel van Babylon. En toen kwam Christus Jezus. En mensen voelden dat al van tevoren. Koning Herodes ook. Die snapte dat er iets aan het broeien was. En dat was Christus Jezus. En hij was God. Ja, maar Perry. Volgens de Mohammedanen was Christus Jezus alleen maar een profeet. Dat staat in de Koran. En waar komt de Koran vandaan? Oh, Marie. De Koran is toch... Ja, wanneer is de Koran precies geschreven, dacht jij? Volgens mij is hij geschreven in de 7e eeuw, in het Arabisch. De Koranisten die zeggen, of de Mohammedanisten, niet te verwarren met het Mohammedanisme. Je hebt ook nog Mohammedanisten, dus het Mohammedanistenisme, moet je dan zeggen. De mensen die alleen maar uitgaan van Mohammed. Mohammed. Die zeggen dat de Koran geschreven is tijdens zijn leven. Mohammed heeft dat opgeschreven, of Mohammed. Gezegend zij zijn naam. Geen Koranist of wat dan even, ik wil helemaal geen ruzie meer. Hè? Ik ben het echt zat met dat gezeik. Die Mohammedanen, dat is een fractie onder, of een fractie, een stuk daarvan, is heel strikt.
Het is een zoveel jaar geschreven. En die komen tot 30 jaar of 60 jaar. Er is een theorie, nee, er is een verhaal, zo'n getuigenis. Hij staat op internet. Van Alberto Ribera. En hij zegt dat hij een jezuïet was, een priester was, een insider was. En dat hij vernomen heeft bij een hoge vergadering met de kardinaal van de bisschop of zo, die SS-organisatie, dat ze in het jaar 300 het plan hadden, ja, ruwweg opgeschreven. Yep. Ik heb de Koran gelezen in het begin van deze eeuw. 2002 of zo. 2003. En die was in het Nederlands vertaald. Met annotaties erbij. De tekst, de oorspronkelijke tekst, maar in het Nederlands vertaald. Een Arabier zal zeggen, ja, maar Arabisch kan je niet op zijn Nederlands. Dus dat moet in het Arabisch gelezen worden. Ja. Maar er staan bepaalde dingen in. En in die tijd studeerde ik bij de Katholieke Universiteit van Nijmegen. En ik wist van filosofie. En in de annotaties stond... Het was een boek bedoeld voor filosofen. Het is platonisme. Platonisme in een nieuw jasje. Dat is alles. Ik wil geen ruzie met die mensen. Dat ze boos worden op mij of zo. Het is niet meer. En als dat waar is, wat ik nou als laatste zei, want je kan ook geloven dat Mohammed het in 30 jaar heeft opgeschreven, dan heb je dus 30 jaar en 300 jaar, dat is gemiddeld 330 gedeeld door 2 is 155 of zo. Nee, is niet goed. 330 gedeeld door 2, 315, dat is het. Nee, dat is niet waar. Nou, maar niet aan. Pak je rekenmachine er maar bij. Maar gemiddeld is het 150 jaar oud. Mijn koning Jacobus Bijbel, die van mij, die is uit 1611. Die is vertaald vanuit de geschriften uit het jaar 100. Die geschriften zijn verzameld vanaf het jaar 1400 voor onze jaartelling. Dus het gaat over een verzameling geschriften die verzameld zijn in anderhalf millennium. Geheim gehouden zijn door die fijne Babyloniërs. Die tot de ontdekking kwamen dat wij in bezit waren van een aantal geschriften. Waaronder de Joodse geschriften. En het verhaal van Christus Jezus. Toen hebben ze al onze boekjes afgepakt. Als het ware. Ze hebben er geld in gepompt. Geïnvesteerd. En een Latijnse kutbijbel gemaakt.
In mijn vorige uitzending heb ik erover geklaagd. Maar zo is het gegaan. En vergeleken met de Koran is de Bijbel ja, een soort Goliath tegenover David. En dan in de Koran staat een pesthekel aan Joden. Of woorden van gelijke strekking. Dat klopt niet. Dat kan je niet zeggen. En die arme mensen die daarachter zijn gekomen, die dat ook wel weten, die zijn zo arm als een neten. En er zijn mensen, er zijn Mohammedaanse predikers, die zeggen, er moet een alliantie komen tussen ons en de christenen. Hoor je mij? Een alliantie tussen ons en de christenen om de Joden te redden. En dat laatste ben ik hartgrondig met die man eens. Als er een volk is dat gered moet worden, dan zijn dat die eigen wijze wijsneuzen. Natuurlijk willen ze ons hebben. Ons. Ik ben een wijsneus. Ik ben geen Jood. Ik ben van 1/16e Jood. Genealogie. Ik heb ook een dikke lectie. En ik kan doorgaan voor een Jood. Dat zei een Joodse vrouw tegen mij. En ben ik eigenwijs? Ja. Absoluut. Ik wil niet anders zijn. Maar een goed begrip. Dus maakt mij niet uit. Voer vrij. Vaar mij maar vrij. Naar de Bijlmer Bias, man. Ik heb al op Schiphol gezeten, in zo'n arrestatiecel. Ik vond het heel veilig. Er werd echt om de zoveel minuten werd echt gecontroleerd of ik er nog wel zat. Terwijl ze van die camera's hadden. Nee, dit is echt gebeurd, hè? Dit is geen grap. Dit is absoluut geen grap. Ik was gearresteerd op Schiphol. En toen werd ik vrijgelaten. En toen dacht ik, nou is mijn dochter vast heel erg trots op mij. Dat ik, het was een bloody miracle dat ik daar vrij kwam. En ik dacht, mijn dochter is vast nu helemaal, dag pap, wat leuk, wat gezellig dat je er weer bent. Mijn moeder was pissed off. Mijn stiefvader was pissed off. En ik dacht van nou, weet je wat? Laten we proberen om naar Turkije te komen. Hij staat in zo'n cel, ja, maakt mij niet uit hoor. Dat lijkt me wel tof. Nee, ik wil niemand op gedachten brengen, maar... Nou, zo moeten jullie ook zijn. Kom op, we krijgen een puinhoop, man. En het geinige is... Ik heb gezondigd. Laat ik daarmee beginnen. Ik dacht echt, ik heb een gouden idee. We gaan registreren wat iedereen doet... En dat evalueren.
En dan maak je een business helemaal tot leven. Dan weet je precies waar de opbrengsten zitten. En dan nog een dimensie er doorheen met wie veroorzaakt dat. Dat je ook iemand omhoog kan schuiven. In die zin, er is een lijn en er zit weinig opbrengst in. En dan schuif je iemand omhoog. En die moet kijken of die daar nog wat van kan maken. Want hij is goed. Dat is een matrix, zeg maar. Ik denk, dat is het helemaal. Het leuke antwoord is, niet helemaal. In die zin, het is niet blijvend. Dat is wat ik gezien heb in wat je kan zeggen, een droom. En wat ik zeker weet. Ook nog een keer. Want het kan niet anders. Er moet een moment komen waarop wij allemaal elkaar vertrouwen. En vertrouwen hebben op het feit dat als iemand het echt te bont maakt, dat er automatisch wordt ingegrepen. Het moment waarop jij gevolg kan en mag en moet toegeven aan de opdracht van Aleister Crowley. Ja, nu wordt hij leuk. Doe wat je wil. Dat kan. Ik heb het gezien. Ja, kinderen die, jonge kinderen. Ik heb het meegemaakt op het schoolplein. Al die ouders. Oh, mijn kind is helemaal niet goed. Oh, ik moet naar de dokter met mijn kind. Oh, nou is mijn kind ziek van naar de dokter te gaan. En wat moet ik nu? Ik zit met mijn handen in mijn haar. Ik ga naar de volgende dokter. Ik heb het godverdomme meegemaakt. Dat een vrouw een kind helemaal meesleurde naar Zeeland. Naar een biologische dio-dokter. Met nog weer een andere therapie. Puit, cultuur. Ja, en dan worden al je kinderen ziek. Ha, 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 ha. Jeetje, wat dom kunnen we zijn. Ja, dat mag je niet doen, hè. Net, ik heb me ook schuldig gemaakt als kind. Ik heb het echt gedaan. Jeugdzonde. Dat was een hele vieze, vette spin, zo'n loopspin. En hebben we één voor één die poten eruit getrokken. Ik heb voor de gein zitten vissen. Ja, dat was nog wel leuk. Het heeft maar een enkel visje zijn kop gekost. En je ving ook visjes waarvan je kon zien van, je hebt al voor de tweede keer in het haakje gebeten. En erg, ja, niet echt slim. Ja, die beesten hadden ook niks te vreten. Of vissen voeren. In de vijvers van Amstelveen. Denk je eens in een wereld waarin je dat soort dingen allemaal mag. En iedereen die de regels overtreedt, die krijgt. Ja. Minder. So be it. Wie niet werkt, zal niet eten. Daarmee geven wij de vrijheid aan mensen zoals ik. Ik wil helemaal niet veel eten.
Ik drink wat alcohol. Ik rook een tabak. Dat zit zo'n beetje. Ik hou niet van sporten. Ik hou niet van stedenbezoekjes. Ik hou niet van musea's met trappen omhoog. En... oh, maar die is... ja, ik vind niet alle schilderijen mooi. Ik ben meer trappen opgeklommen dan dat ik schilderijen heb gezien die ik het bewonderen waard vond. Ik ben een gevoelig mens. Hou rekening met mij. Gevoelig en logica's. De bedoeling is dat er toch een administratie komt die inzicht geeft. En dan niet alleen over Gelderland Oost, ook over Australië West. Hoe is het daar? Inzicht moet er zijn. En wat ze nu doen met dat Facebook en whatever, je bankrekeningen, dat is één grote puinhoop, want ze lopen onderling ruzie te maken. Dan wel dat ze niet willen gehoorzamen aan de wet van God. Dat zijn een stelletje viesbuiken. Weet je dat er... ze heeft een keer in de krant gestaan. Dat ze alleen een testje hadden gedaan. Dan gingen ze de toiletten in bij het Europese Uniegebouw. Die toren van Babel. Pak je Bijbel er even bij. Die toren van Babel is er nou in Brussel. Die klojo's, die lachen onze recht in onze gezicht uit, hè? Die zitten daar cocaïne te snuiven, dat is geconstateerd. Daar kan je een test voor doen, dat is heel eenvoudig. Dus stuur je gewoon een team op af met een camera. Dat was toch zo leuk. En dan gaat zo'n RTL-huppeltje-pub-team gaat er naartoe. En dan, ja hoor, bij het zoveelste toilet, eventjes strijkje, oplosmiddel dinges, netjes in het schoteltje, blauw, cocaïne. En dat laat ons regeren. Is mooi oud Engels. Dat laat ons regeren. Regeren. Ja, zo is dat. Op het moment dat wij gaan zonderen, zijn zij onze baas. Dat is gewoon zo. Want ik vroeg ook aan die satanist, van hé, je gaat dan lekker naar die Satanskerk, hè? Inmiddels had ik van hem al een paar potjes schaak gewonnen, hoor. Of vet de tegenin gegaan. Hè? En tegenwoordig ben ik beter. Ik ga zo dadelijk weer oefenen. Ik zei, is daar ook met blote vrouwen en zo? Nou, toen gaf hij geen antwoord. Maar wel lachen, hè? Van nul... als je dus met het niets en iets bezig gaat, dan ben je Babylonisch bezig. Hè? Dan krijg je eruit automatisch 3. Nu ga ik een beetje hard, want je hebt 0 en 1 en dat is 2. Hè? Dan heb je 0, 1, 2 en die 2 is eigenlijk de 3. En met die 2 en de 3 krijg je 5. Onze weiter, onze voort. Je hebt er helemaal niks aan. Je kan alleen maar met wiskunde... sorry dat ik alleen maar zei... met wiskunde kan je stom verbaasd zijn... van de eenheid der dingen... terwijl ze niks voorstellen. Omdat ze niks voorstellen.
omdat ze afwijken van de wiskundige regels. Jeetje, mijn kreetje, hoe kan dat eigenlijk? Ja, laten we even serieus. We hebben het Eerste Wereldoorlog gehad. En toen kregen we de Tweede Wereldoorlog met die economische crisis. En toen kregen we de Derde Wereldoorlog. En die begon in 1940. Je raakt helemaal niet uitgeteld. Ja, laten we eerlijk zijn. En dan wordt ook nog dat hele pakket. De Eerste Wereldoorlog, die begon in 1914, tegen Duitsland natuurlijk. Daar zaten die slimme gekken. Zo stom wat ze gedaan hebben. Oh, wat een eikels. Ach, 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 ach. Sorry, ik moet weer lachen. Kijk, het hele punt is dat de godverdommese ellende en alles, eigendom God. Ja? Is gewoon, we zitten hier in het huis van God. En als je wil weten hoe ver het huis van God reikt, nou, dan kijk vooral 's nachts omhoog in ergens waar je geen lichtverontreiniging hebt en waar je daadwerkelijk een heldere hemel hebt. Dat is het huis van God. Daar wonen wij. En gaan wij iemand op deze aarde onze vader noemen? Nee, natuurlijk niet. Stel dat je homo's. In de slechte zin van het woord. Want trouwens, het is ook ruim bekend dat die katholieken, die, ik snap ook niet waarom dat is. Die doen het dan met kleine jongetjes. Bia. Ik doe van alles graag met kleine jongetjes. Ik vind juist kleine jongetjes heel erg leuk. Het is alweer bijna een jaar geleden, had ik een klein jongetje in mijn schoot zitten. En ik had voor hem een matrix getekend. En ik zeg, oké, 7 keer 7, aantal hokjes. En de letter A schrijven. Hem een pen gegeven. En hij zo, totaal bibber de bibber. Hij lijkt een beetje op een A. Dus kijk, ik zal een beetje voordoen, dan ga ik puntjes zetten. Dus heb ik dus 1, 2, 3, 4, 5 puntjes. Heb je een A, hè? 5 puntjes is een A. Oké, dus gewoon omhoog, omlaag en dan die middenlijn. Nou, dat ging ook wel een beetje dokter Bibber. Maar uiteindelijk, ja, voordat we die hele pagina vol hadden, stond er een behoorlijke A. En al die tijd zat hij op mijn schoot. Lekker met zijn rug tegen me aan. Ik ben gewoon zijn oude cowboy. Van, hey, don't worry, we're riding over the prairie. We're going on strong. Ja. Natuurlijk, graag kinderen bij mij. Nou, Perry is de leunstoel. Je mag tegen mij aanhangen wat je wil, man. Ik sla een karatestoel doormidden, hoor. Ik ben heel erg krachtig. In mijn lichaam dan. Hoor. Daarom vecht ik ook niet in de kroeg. Want ik sla iedereen voorop. Het enige wat je met mij moet doen is de aansteker erbij houden. Maar dat lukt tegenwoordig niet meer. Ik heb het allemaal wel behoorlijk te grazen gehad. Dat laatste, dat is ook wel leuk om even over de Bijbel dan toch. Hè. Er staat in Romeinen 12 vers 19. Lieve lievelingen, geen wraak nemen. Ja, dat klopt.
Want ik heb het uitgeprobeerd. En die man die leeft nog. Ja, dat wil zeggen, hij leeft niet. Een stumperd. Die heeft zijn rechterbeen is eraf, volgens mij. En niemand ziet het. Die man die loopt ook heel slecht. Oeh. Ik heb die man zien lopen in de Steenstraat hier in Arnhem. En ik werd misselijk van zijn wandel. Bilak. Die man die liep op zijn tenen. Ai. Weet je wat dat betekent? Dan hebben we het toch lekker over de Bijbel en alles wat erbij hoort. Weet je dat? Rudolf Steiner, hè, die Duitse, die heeft, ik kan het niet vinden op het internet, tussen haakjes. Ik kon het niet terugvinden op internet. Iemand heeft gezegd dat Rudolf Steiner heeft gezegd dat een mens die het christendom niet accepteert, een idioot is. Ja. Heeft hij gelijk in, hoor? En wat zegt het christendom nu? Het christendom zegt dat jij je bewust bent van de wet en de profeten. Dat jij een grote mond mag hebben. Je mag jezelf opofferen. En het allerbelangrijkste is, dat het christendom zegt, dat je daarbij geholpen wordt. Dat heet de Heilige Geest. Met deze hedendaagse tijd waarin ze ons willen doen geloven dat die gebouwen van 11 september 2001 zomaar ontploft zijn omdat ze in elkaar storten, kortom, dat ze tegen ons liegen, dat is de tijd van de Armageddon. De behoefte van mensen aan waarheid. Ik heb ook een oma gehad van mijn moeders kant. En die las van die hele gekke vrouwenblaadjes. En ze glimlachte tegen mij. En ze zei, ja, ik weet ook wel dat dit niet waar is. Iets over Patty Brart. Of André de Mol. De behoefte aan waarheid moet komen. Dan krijgen wij een nieuwe haard, kan je zeggen. Een nieuw huis. Een nieuwe aarde. En een nieuwe hemel. Dat is beloofd. En er is één ding waar je niet van uit moet gaan. Dat is dat God zijn belofte niet nakomt. De andere mogelijkheid is dat God zijn belofte wilde nakomen, maar dat het hier, waar ik nu ben, niet lukt. Kan. Logisch gesproken.
En wil je het einde uitpluizen, dan zou ik het boek lezen, de Openbaring, dus het laatste boek van de Bijbel. Wat daar nog over gezegd wordt. Ik denk dat wij kansen hebben. Ik zie mogelijkheden. En daar ga ik het de volgende uitzending over hebben. The possibilities. Ik ben toch de antichrist, of niet? Oké. Next one.